Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties, Marimba Bloemsierkunst, Expert Bokstel en Stage Event Equipment. Vandaag in Dommeland Live gaan we het hebben over het 10-jarig jubileum van Pannenkoekendag. We gaan het hebben over Boek en Bal, hier in Liemt en Bokstel. We gaan het hebben over hooikoorts. Veel mensen hebben last ervan, maar er is een oplossing. Hooikoorts taping. Wat is het nou exact? Daar gaan we alles vandaag over horen. En we gaan het hebben over parkeren hier in het centrum. Er is veel over te doen. We hebben een aantal mensen hierover gesproken. Daar vandaag meer antwoord op. Het is dinsdag 1 maart. Mijn naam is Geert Hoes. Welkom bij een nieuwe aflevering van Dommeland Live. Ja, sommige mensen zullen denken Nationale Pannenkoekendag, maar 18 maart is het weer zover. Dan is het 10-jarig jubileum van deze bijzondere dag. En op het eerste jaar deden er nog maar 60 basisscholen mee. En tegenwoordig zijn dat er inmiddels al 850. En bij mij in de studio vandaag Wil van Loon van de Jumbo Bokstel, welkom. En Ruud Bouwmans van Strijfhuis Liemt. Ja. We gaan met jullie zo praten over deze bijzondere dag. Maar voordat we daarover gaan praten, voor de mensen thuis die nog niet weten wat Pannenkoekendag is, kijk even mee. Op Nationale Pannenkoekdag bakken leerlingen van basisscholen in het hele land massaal pannenkoeken voor ouderen. Gewoon omdat onze opa's en oma's best wel eens in het zonnetje gezet mogen worden. Het begon in 2007 met 60 scholen. En sindsdien is het aantal deelnemers elk jaar gestegen tot meer dan 700 scholen in 2015. Dat zijn zo'n 44.000 pannenkoekenbakkende leerlingen, die in totaal 100.000 pannenkoeken hebben gebakken voor meer dan 55.000 ouderen. En elk jaar zijn er leuke activiteiten rondom Pannenkoekdag, waaraan de scholen en de leerlingen mee kunnen doen. Zoals het bakken van de mooiste pannenkoek, of de meest speciale pannenkoek. En welke school swingt het meeste pan uit? Zie wat je kan. Nou, wie lust er nou geen pannenkoek, toch? Volgens mij iedereen. Ja, en Wil en Ruud, welkom nogmaals. Wil, wat gaan jullie precies doen? Nou, ik zeg het eigenlijk al, hè, Pannenkoekendag. Wat wij willen gaan doen in Bokstel, voor elk kind uit de gemeente Bokstel, is pannenkoek gaan bakken. Mm-hmm. En dat is geboren naar aanleiding van Nationale Pannenkoekendag. Ja. En van daaruit hebben we het evenement proberen door te trekken naar Bokstel, om iedereen bij elkaar te brengen. Ik heb daar Ruud voor benaderd, ja, want dat is tenslotte de pannenkoekbakker. Ja, van het Strijfhuis Liemt. Hoe hebben jullie elkaar gevonden? Stomweg, telefoon gepakt. We hebben een evenement en ik had even ruwweg zitten tellen, Geert, van God, hoeveel pannenkoeken moet er nu gebakken worden per uur? Nou, dan is je dan geweten dat je gemiddeld 5 minuten voor een pannenkoek nodig hebt en dat er in Liemt en in Bokstel ongeveer 3000 kinderen in die leeftijdscategorie op school zitten. Ja. En dan kom je toch heel snel dat je een uurtje of 7-8 moet gaan staan te bakken. Ja. Nou, zie je dat gebeuren met een man of 50, dat krijg je niet voor elkaar. Dus daar heb je professionals voor nodig. Ja. Dus dan kom je heel snel natuurlijk al bij Ruud van het Strijfhuis uit. Ja. Maar hoe moet ik me voorstellen, want ik weet een beetje hoe een pannenkoekenhuis in elkaar zit. Daar hebben ze tegenwoordig van die hele mooie machines, hè? Ja, dat klopt. Daar draai je zo die pannenkoeken doorheen. Ja. Maar dit is nog met handje bakken? Of? Dit wordt met handje bakken, ja. Met het handje bakken, ja. Echt? Ja. Met het handje voorbakken. Ja, nou, bakken. Ja. Ja, ik ga zelf, kijk, we kunnen nooit geen 3000 pannenkoeken in één keer bakken. Dat gaat gewoon niet lukken. Ik begin 's ochtends gewoon heel vroeg. Bij mij in het restaurant met een aantal pannenkoeken voor te bakken. Ja. Zodat we in ieder geval een aantal pannenkoeken achter de hand hebben. En vanaf 11:30, als ik het goed heb, 11:30 uur. Dan gaan wij rond het winkelcentrum gaan we met kleine gaststelletjes. Winkelcentrum Oosterhof, daar gaan we met kleine gaststelletjes pannenkoeken bakken. En zodra het echt heel druk wordt, hebben we die andere achter de hand. Die warmen we even snel op in de koekenpan en dan kunnen die ook mee. Ja. Wil, wat gaan jullie allemaal doen? Want pannenkoeken bakken, dat snap ik. Maar ja. Zijn er nog allerlei. Kijk, we hopen natuurlijk op heel erg mooi weer. Ja. Want dan kunnen we namelijk het evenement naar buiten trekken.
En dat zou ideaal zijn. Dan kunnen we daar samen met Buursport Bokstol ook het een en ander rondomheen organiseren. Mm-hmm. Maar mocht dat onverhoop niet zo zijn, dan is het echt intern. En wat we dan gaan doen is op 3-4 plaatsen in het winkelcentrum units bouwen. Waarin kinderen met een voucher, en die voucher willen we namelijk via de scholen uitreiken, hun pannenkoek komen halen. Dus dan krijgen ze op een gegeven moment van een van de 50 vrijwilligers die pannenkoeken bakken of komen bakken, krijgen ze een pannenkoek mee en die kunnen ze dan elders weer laten versieren met poeder of met banaan of wat ze op die pannenkoek willen. Ja. Want wat ik begrijp uit het filmpje is, en de Nationale Pannenkoekendag, ik heb een klein beetje ingelezen, dat de kinderen pannenkoek bakken voor opa, oma, papa, mama of iemand die bijzonder is. Dat is in feite de gedachtegang erachter, hè? Achter de Nationale Pannenkoekendag. Gebeurt het dan niet? Ja, dat zou ik dan ook doen. Zo stiekem als ze aan het bakken zijn zelf, dat ze dat toch... Ja. Nee, maar goed, dat Nationale Pannenkoekendag gebeurt natuurlijk 's ochtends op school. En wat wij leuk vonden, is die kinderen te bedanken eigenlijk, die 's ochtends voor de ouderen een pannenkoek hebben staan te bakken, om die naar ons toe te halen en daar een pannenkoek te geven. En dan hebben we de cirkel rond, hebben we de kinderen, hebben we de ouderen. En is de ouderen dan ook nog voor de kinderen, voor de eigen kinderen, de pannenkoek mee komen bakken, is natuurlijk een fantastisch leuk evenement. Dan hebben we Boksel in beweging. Ja. En daar gaat het ons samen om. Hè? Ja. We willen hem iets langer maken, de pannenkoekendag. Ja. we willen inderdaad, zoals jij zei, de kinderen bedanken met een pannenkoek. En hoe want je hebt het net al over de scholen. Jullie willen dit evenement organiseren. Hoe hebben jullie de scholen überhaupt benaderd? Ik heb... elke school heb ik een mail gestuurd met het persbericht. Mm-hmm. En, waarin een uitleg gegeven is van God wat wij samen van plan zijn op de Pannenkoekendag. En gevraagd hun medewerking van God, hoeveel leerlingen zitten nu en in welke groep zitten die? Nou, en willen jullie ons die cijfers, die gegevens verstrekken? Mm-hmm. Nou, dan weten wij exact hoe laat dat die kinderen uit de onderbouw en de bovenbouw vrij zijn. Mm-hmm. En dan weten we ook precies hoeveel vouchers dat we op een school achter kunnen laten. Ja. Nou, kunnen we vouchers laten drukken, die laten op die school achter. En dan kan, alleen hoeft die directie die voucher aan die kinderen te overhandigen. En die komen s'avonds of 's middags met de ouders, komen ze keurig netjes een pannenkoek op winkelcentrum Oosterhof halen. Zijn er ook scholen, wat ik me dan afvraag, die hier niet aan mee willen werken? Omdat het natuurlijk toch Jumbo, commercieel, Strijfhuis, commercieel. Ja. Die zijn er inderdaad. Wat wij op zich best jammer vinden. Mm-hmm. Want dat maakt voor ons wat lastiger. Dus dan gaan wij op dat moment, als we het niet via de school de rest kunnen doen, dan zullen we gewoon de ouderenraad van die school benaderen om het op die manier voor elkaar te krijgen. Ja. Wat zien jullie het zelf als een commercieel project? Nee, absoluut niet. Nee, wij zien het echt als een gimmick en ik hoop ook dat het als een gimmick zo kan uitgroeien tot een jaarlijks festijn. Dat zou fantastisch zijn natuurlijk. Het moet gewoon een leuke dag worden voor iedereen. Voor de ouderen, kinderen, iedereen. Ja, want je hebt het net over 3000 kinderen. Als die allemaal zouden komen, hoeveel kinderen kunnen zich echt... Stel je voor... Er zijn 3000 kinderen die mee willen doen. Ja, wij kunnen ze allemaal handelen. Iedereen gaat de pannenkoek krijgen. Wij hopen ook dat er 3000 zijn. Dat hopen we echt, want dat zou fantastisch zijn. Ja. En is het dan ook zo dat er personeel van jou meedoet en van jou meedoet? Of zijn Tuurlijk. Er ook veel vrijwilligers in deze? Ja. Ik moet zeggen, we hebben een apart e-mailadres daarvoor. Mm-hmm. En daar hebben heel wat mensen een aanmelding al op gedaan dat ze mee willen werken. Yeah. En dat geldt ook voor onze Facebookpagina. Daar hebben we ook een post op staan waarin mensen op de post een berichtje kunnen achterlaten. Waar wij dan een persoonlijk bericht weer terugsturen. Dat is natuurlijk fantastisch. Dus die vrijwilligers die gaan we krijgen. En zeker na vanavond. Want ik weet zeker dat heel Bokstel en Niemt gewoon enthousiast gaat voor die 18e maart op die Pannenkoekendag. Yeah. Ja, 18 maart inderdaad, pannenkoekendag. Pannenkoek, we kennen het allemaal. Wie kent het nou niet? Hè? Friet en pannenkoek zijn volgens mij... en pizza, ja, dat pizza. Is iets wat kinderen heel graag willen eten. Ruud, de pannenkoek. Waar komt een pannenkoek vandaan? Waar komt een pannenkoek vandaan? Nou, bij ons komt hij uit Liemt. Ja. Maar hij komt... Waar die precies vandaan komt, zou ik niet durven te zeggen... ik weet dat het heel populair is inderdaad bij kinderen en noem maar op. Kijk, en wat voor mij het verschil is tussen een pannenkoek of een thuis of een pannenkoek bij ons. Dat is gewoon de beleving. Ik bedoel, je gaat naar een pannenkoekenrestaurant om een beleving te ervaren. En kinderen vooral, wij werken heel erg met streekproducten, ga ik die dag ook doen. Mm-hmm. Verse melk, eieren, noem dus maar op. Je gaat echt het beslag voor al die pannenkoeken zelf ook maken? Ja.
Dat ga ik zelf maken. Dus ik heb een hele grote garde dadelijk. Ja, zo. Dat wordt de bedoeling. Of dat is de bedoeling. Dat zal moeten gebeuren. Ja. Kijk, en daar hebben we ook heel veel vrijwilligers voor nodig natuurlijk. Maar je zegt een pannenkoek en beleving. Wat bedoel je dan? Wat maakt een pannenkoek dan met beleving? Ja, kijk, als je thuis pannenkoeken bakt, dan haal je een pakje in de winkel en... Je kan hem klaarmaken en that's it. Sommigen doen er iets lekkers op. Maar nooit een uitgebreide pannenkoek, net zoals in een pannenkoekenrestaurant. Wij hebben honderden verschillende pannenkoeken. Je kunt de gekste dingen niet bedenken. Mensen, klanten komen binnen die denken van, zo'n pannenkoek, nou, dat lijkt me echt niet lekker. En als ze hem geprobeerd hebben, dan zeggen ze, nou, nooit verwacht dat dit met een pannenkoek zou kunnen. Nou ja, dat ervaar je zelf in je restaurant. Ja, er is meer als een pannenkoek alleen met poedersuiker of met jam of met spek. Ja. Het is zo divers en dat maakt het ook juist leuk. Ja. Ja. Je kunt er zo'n persoonlijke touch aan geven. Je zegt, ik werk met streekproducten. Betekent dat je zelf dan ook de koeien echt gaat melken? Ruud, jij iedere ochtend in Liemt op een boerderij ergens langs gaat. Nee, nou ik ga wel inderdaad... Oude melkbus. Nou ja, ik ga wel een boerderij langs inderdaad om daar mijn melk te halen. Ik hoef gelukkig niet zelf te melken, maar dat komt gewoon uit de grote container waar dat de opslag is. En daar haal ik inderdaad mijn melk vandaan. En je zult dadelijk ook wel merken dat je gewoon een totaal andere pannenkoek krijgt. Ja, want voor de mensen thuis, wij gaan straks pannenkoeken bakken hier live in de studio. Dus ik heb ook nog niet gegeten. Dus Ruud, ik verwacht heel veel dan. Heel veel van jou. En ook alle cameramensen verwachten heel veel. Maar dat is geen probleem. En de crew. Ik heb voldoende bij als ik het. Voor mijn beeldvorming. Stel je voor, 3000 pannenkoeken. Hoeveel eieren zitten erin? Durf ik zo niet hard op te zeggen. Ik denk een goede 500-600. Ja, zeker. Verwacht ik. Ja. Wauw. Ongelooflijk. Ja. Veel bloem. Heel veel melk. Ja. Heel veel melk. Ik denk dat we gewoon een slang zo vanuit die tank naar ons toe leggen. Dat we gewoon door kunnen gaan. Ja. Kunnen kinderen zich nog aanmelden? Nee, we willen het echt via de scholen laten lopen. Omdat we dan ook grip hebben op het proces. Ook zeker weten dat iedereen een pannenkoek gaat krijgen door middel van die voucher. Mm-hmm. En dat is voor ons ook te overzien. Mm-hmm. Ja. Heel veel mensen zullen denken van hartstikke leuke... pannenkoeken bakken, maar niks is voor niks. Zit er kosten aan verbonden? Ja, die kosten die pakken wij samen. Ja. Oh echt? Ja. Wauw. Ja, daar hebben we elkaar in gevonden. En we hebben ook gezegd, we willen er ook een feest van maken. En voor een feest vraag je geen geld, denk ik. Nee. Ja. Okay. Hartstikke goed. Dat is een cadeautje. Ja. Toch? Ja, en is we daardoor de medewerking krijgen van de scholen, heel veel vrijwilligers. Dan zijn wij denk ik beide content en dan kunnen wij 3000 kinderen... hartstikke zielsgelukkig maken op die pannenkoekendag. Voor de mensen thuis die nog, althans daar kom ik trouwens zo op, wil jou sowieso bedanken. Ik wens jou heel veel succes 18 maart. Ruud, jij mag zo dadelijk achter jouw kookstel, achter jouw mooie tafel gaan staan met alle ingrediënten. Ik kom zo bij jou terug. Voor de mensen thuis die nog een leuk pannenkoekidee willen hebben, we hebben nog een leuk filmpje, Funny Pancakes. Kijk maar even mee.
ik weet niet of wij aan dat soort pannenkoeken vanavond toekomen. Aan die funny pancakes, maar wel leuk qua ideeën. Wij staan hier al met onze pannetjes klaar, Ruud. Vertel, waar moet nou een goede pannenkoek aan voldoen? Ja, een echte goede, dat verklap ik natuurlijk niet. Waarom niet? Daar hou ik nog het liefste voor mezelf. Maar het belangrijkste vind ik zelf om gewoon zelf je beslag te maken. Niet per se een pak uit de winkel. Gewoon met wat melk, meel, eieren, zout. Nou, that's it. Yeah. Het hoeft helemaal niet veel te zijn, het hoeft helemaal niet uitgebreid te zijn. Dus ik zie hier alle ingrediënten. Ik zie hier champignons, ik zie hier rucola, ik zie mozzarella, ik zie pesto, pancetta, noem het allemaal op. Van alles. Is dit wat de consument tegenwoordig wil? Ja, bij ons in ieder geval wel. Wij hebben een stukje met speciale pannenkoeken op onze kaart. Mm-hmm. Die dus heel uitgebreid zijn met groentes, mozzarella, pesto, ja, noem maar op. Mm-hmm. Daar kun je de gekste dingen niet in bedenken. En daar wordt van ons verwacht. Ja. Wordt echt verwacht van, wij willen een speciale pannenkoek. We willen iets meer dan gewoon normaal. En wij maken dat. Mag ik jou pannenkoekenbakker noemen? Ja, dat mag. Hoe ben jij ooit pannenkoekenbakker geworden? Nou, eigenlijk, ik heb een opleiding gedaan, PABO, en daar ben ik mee gestopt. En er was een pand vrij. En ik zeg, hey, daar ga ik pannenkoeken bakken. Kinderen, eten, noem maar op. Ja. Dus zo is het een beetje gekomen. Oké. Okay. Jij gaat, hier begint al een beetje te roken. Het is allemaal live. Ja. Dus, het begint al. Ik kom natuurlijk straks bij je terug. We proeven. Ja, ik laat jou even rustig hier je gang gaan. Ik zie jou zo. Ja, is goed. Ja? Ik ga ondertussen terug naar de bank. Want daar zitten bij mij Ferry Schot van de organisatie Boek en Bal. Welkom. En Marie-José Matthijs van de bibliotheek De Meierij. Hallo. Leuk dat jullie er zijn. Namens het evenement Boek en Bal. Ferry, met jou te beginnen. Kort omschreven, Boek en Bal. Wat is het? Boek en Bal, dat is wordt een groot feest. Ja. Naar aanleiding van de boekenweek die die dag begint. Dus die is 12 maart begint en die duurt tot de volgende week zaterdag. En om het boek dus extra in de belangstelling te brengen, hebben we dus een Boek en Bal georganiseerd. En dat heb ik al, of we hebben dat al een aantal jaren vroeger gedaan. Ja. En wij vonden dat we daar maar weer eens mee door moesten gaan. Je zegt het al, je vertelt al van waarom jullie ooit begonnen zijn. Wat is het programma? Wat kan men verwachten? We hebben een enorme goede schrijver binnen kunnen halen. En dat is Peter Boualda. Mm-hmm. En die zal geïnterviewd worden door Lucas Meijsen. Dat is een leraar van het Jacob Roeland. Leraar Nederlands van het Jacob Roeland. Mm-hmm. Daarnaast zal Frank van Parmelen die zal de avond presenteren. Mm-hmm. En Boualda die zal ongeveer een drie kwartier geïnterviewd worden. Daarnaast zijn er verschillende andere blokken met dichters, nog een schrijver en dat is Chantal van Mierlo. Mm-hmm. Die komt uit Duitsland. Dat paste bij ons goed in het thema van de Boekenweek. Mm-hmm. Was iets nog zo zagen hette, is het thema van de Boekenweek. Dus dat vonden we wel leuk dat we ook een Duitse link hadden. En daarnaast komt een dichteres Maartje Weijers. Mm-hmm. Dat is een Bokselse die met Dichtslam Rap meegedaan heeft. En heeft dit jaar de publieksprijs gewonnen. Ja. Daarnaast komt Loren Brouwers. Die heeft, in 2013 de Dichtslam Rap prijs gewonnen. En daar komt nog Oelenboes. Die geeft een cursus schrijven. Dus er zijn verschillende invalshoeken. Ja. Daarnaast heeft Jan de Hoog, die heeft het hele foyer heeft hij aangekleed in het thema van de Boekenweek. Kijk. En Guus van Griensven, die heeft foto's met betrekking Duitsland. Dus we maken er gewoon een heel groot feest van. En tot slot hebben we dan nog een band. En dat is de Philip Kronenberg Band. En dat zijn vermaarde muzikanten. Een gevulde avond, zo te horen. Ja, verwacht je dus veel bezoekers? Ja, we denken zo rond de 150. Tenminste, daar hopen we op.
Welke kant het op gaat, dat moeten we eigenlijk maar een beetje afwachten. Ja. Ik had eigenlijk gehoord dat jullie eerst naar Wietlich zouden gaan, klopt dat? Ja. En waarom? Nou, in Wietlich is een. Die hebben dus een uitleverings- of een vriendschapsverband met Bokstel. En wij kregen dus te horen dat daar Herta Müller, die Nobelprijswinnares uit 2009, dat hij daar een prijs aangereikt zou krijgen. En het had ons dus leuk geleken om daar met leerlingen van het Jacob Roeland toe te gaan, om haar daar te interviewen. Ja. En zo, ja, om die link met Duitsland nog wat groter uit te diepen. Oké. En waarom is het niet doorgegaan dan? Het ging te veel kosten. het was voor het Jacob Roeland was het tekort. Ja, exact. Ja. En dat was. En we hadden geprobeerd nog Chantal van Mierlo, die dan in Duitsland woont, om die dan te laten interviewen. Mm-hmm. Maar die zat eigenlijk veel te ver weg om die voor 10 minuutjes op en neer te laten reizen. Dat, Ik ben een aantal weken geleden op een locatie in de Bos naar een voorstelling geweest over woord en geschrift. Ja. Daar was het bezoekersaantal enorm laag. Dat is een commerciële voorstelling, puur op het gebied van woord en geschrift. Daar zaten we denk ik met 15 man in de zaal. Ik vind het fantastisch, mijn moeder is ook Nederlands docenten. Met mijn vakgebied heb je er ook veel mee te maken. Hoe zie jij de toekomst van woord en geschrift eigenlijk? Nou, ik ben dus zelf vroeger boekhandelaar hier geweest. Dat zullen de meesten misschien wel hier uit de omgeving weten. Ja. En wij hebben het vrij moeilijk gehad om de winkel te verkopen. En dat is dus ons niet gelukt. Mm-hmm. Maar ik heb eigenlijk altijd wel heel erg veel vertrouwen gehad dat het boekenvak in die dip zo rond 2012, 2013, 2011, dat die weer voorbij zou gaan. En je kunt het nou ook al zien dat de verkopen van de boeken weer omhoog gaan. Mm-hmm. Ik heb eigenlijk de e-reader, dat is iets wat er gewoon bij is. Maar dat zal heel weinig omzet van de gewone boeken afnemen. Het heeft ook iets met, we hadden net in pannenkoeken met beleving, maar een boek heeft natuurlijk ook beleving. Ja, dat is een hele andere beleving of je met een e-reader aan het lezen bent of met een boek. Ja, oftewel, jij denk je dat het weer terug, dat het wel weer op zou krabbelen? Ik weet wel zeker dat het weer opkrabbelt. Ja? Je krijgt wel een verschuiving. Wat je nou tegenwoordig ziet, waar dus heel veel de mensen die lezen veel meer de fictie, schuift een beetje naar de non-fictie, vooral qua geschiedenis. Je krijgt dus meer biografische, autobiografische voorbeelden van boeken die ineens enorm in de belangstelling staan. Anne Jack van der Zijl met de Amerikaanse prinses of met prins Bernhard. Je ziet Knausgaard die over zichzelf vertelt. Mm-hmm. Munnikhoff met zijn de stamhouder. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk allemaal tekenen van dat mensen toch ook een stukje geschiedenis, een stukje waarheid willen, boven de pure fictie. Ja. En ik denk dat daar een verschuiving in gaat zitten. Ja. En wat tegenwoordig ook heel erg in is, zijn de kookboeken en zo. Wat vroeger de tuinboeken waren, dat zijn tegenwoordig de kookboeken. En daar gaat het mee op vooruit. Marie-José, dank ook dat je er bent. Ferry zei het net al, Peter Buwalda komt ook. Klopt het dat jij het voor elkaar gekregen hebt om hem naar het evenement toe te trekken? Ja, dat klopt. Hoe gaat het in zijn werk? Bel je een agent op of heb jij direct zijn mobiele nummer? Of? Nou, dat heb ik nu wel, maar toen nog niet. Wij kunnen als bibliotheek contact leggen met een stichting. Ja. Die heet Schrijverschool Samenleving. En die hebben een aantal auteurs onder contract, zowel voor de jeugd als voor de volwassenen. Dus schrijvers die voor kinderen of voor volwassenen schrijven. En daar kun je in contact mee treden en je kunt dan gewoon een aantal schrijvers aanvragen of een bepaalde schrijver die je op dat moment wilt hebben. Mm-hmm. En zij leggen dan dat contact met de schrijver, zij zijn eigenlijk een soort tussenpersoon. En vandaar dat we Peter Buwalda hier in Boksel kunnen laten komen. Ja, een hele mooie naam. Ja. Wat komt hij doen exact deze avond? Je vertelde het al net een klein beetje, maar wellicht kun je het nog meer toelichten.
Nou ja, hij is natuurlijk een bekendheid, een bekende schrijver. Hij heeft met zijn boek Bonita Avenue heeft hij heel veel lezers getrokken. Dat was echt een doorslaand succes, dat boek. Dus ja, hij wordt ook wel eens geïnterviewd bij De Wereld Draait Door. Hij komt nog wel eens ooit op tv. En hij wordt op die avond ook geïnterviewd door Lucas Meijsen. Mm-hmm. En dan zal Lucas waarschijnlijk naar zijn beweegredenen vragen waarom hij schrijft. Hij is ook columnist bij de Volkskrant, dus hij schrijft heel regelmatig. Ja. En ik neem aan dat daar het interview over zou gaan. Zal hij ook nog wat dingetjes gaan voordragen op de avond zelf? Ja, ik denk dat van Lucas afhangt een beetje. Ja. Ik denk dat er wel stukjes uit zijn werk voorgelezen worden. Vermoed ik, maar... Ik weet het eerlijk gezegd. Ja, Marie, je werkt bij de bibliotheek. Ja. Hoe gaat het hedendaags met de bibliotheken? Ja, de bibliotheek die verandert heel erg op dit moment. Door de digitalisering krijgt de bibliotheek ook een hele andere rol. Ja. En zijn we druk bezig om die rol te ontdekken, ook bij Bibliotheek de Meierij, om te kijken van wat wij kunnen betekenen in die veranderende samenleving. Ja, want ik moet eerlijk bekennen, ik heb... voor mij is de bibliotheek hier in Boksel al sinds mijn jeugd een begrip. Daar ja. kwam je al, hè, als kleine jongen. Dat wordt op een gegeven moment steeds minder. En dan komt het wel weer terug hoe ouder je wordt. Ja. Ik heb voor de eerste keer een telefoontje gehad van jullie. Van, wil je weer lid worden? Ja, dat klopt. Ja. Ja, we zijn met de grote ledenwerfactie bezig geweest. Ja. Want wat is jullie grootste bezoekersaantal? Zijn dat voornamelijk kinderen? Of zijn dat... De jeugd is natuurlijk een wezenlijk onderdeel daarvan. Maar ook de... Ja, de volwassen mensen. Ja, en wij zeggen altijd, de klant is koningin. Dus bij ons komen heel veel vrouwen, meer dan mannen. Echt? Ja, dat klopt. En wij willen gewoon natuurlijk toch graag mensen attenderen op de veelzijdigheid van de bibliotheek. Mm-hmm. Want die rol is echt heel erg veranderd. Wij zijn niet alleen meer van de boeken. En we werken samen, we richten ons op ondernemers, we richten ons op digitale vaardigheden, we richten ons op de jeugd, we richten ons ook op e-books nu. Dus ja, die rol is heel veelzijdig. Ja. En om terug te komen naar het evenement. Het is een prachtig vol programma. Ferry doet zoveel dingen dat ik bijna het niet meer terug kan halen. Waar kijk jij zelf het meeste naar uit? Ik vind het natuurlijk heel spannend dat Peter Buwal daar komt. Ja. En ik ben er ook verantwoordelijk voor. Dus ik zal ook moeten zorgen dat... Je bent zijn PA. Ja, zo'n beetje wel, denk ik, die avond. Maar dat vind ik prima. En ik denk dat het ook spannend is hoe het programma in elkaar zich gaat voegen. En ik verheug me ook heel erg op de band. Dus lijkt me heel erg leuk. Ferry? Ja, voor mij geldt eigenlijk hetzelfde. Ik vind Peter Buwalda. Ik ben ook heel erg benieuwd eigenlijk naar Frank van Pamelen. Dat die gaat er ook een show van maken. En ja, die band... Ja, daar ben ik toevallig tegenaan gelopen en ik ken Sjoerd van Bommel goed en ik weet dat dat zo'n ontzettend geweldige drummer is. En ik weet dat hij een goede bandje speelt en ik vroeg of hij geen band had. En ja, hij heeft er dus verschillende en ik kwam met deze band aandragen en dan denk ik, nou, dat is een schot in de roos. Eerst wordt er geschrift en uiteindelijk swingend de avond uit. Precies. Met krachtige muziek. Precies, ja. Heerlijk. Ik wens je heel veel succes met het evenement. Dankjewel. Dankjewel. Ruud, gaat het goed daar? Ja, tuurlijk. Ik kom even naar je toe. Een gangetje. Wat ben je aan het maken? Nou, ik ben begonnen met gewoon een naturel pannenkoek. Dat je hem kunt proeven met echte koeienmelk. Ja. Verse koeienmelk. Ja. Als je hem wil proeven, mag dat dadelijk. Ja. En ik ga dadelijk... Nu heb je meestal zo'n... Oh. Ik durf... Ha! Zou zijn. Je durft het niet. Ja, het wordt warm op een gegeven moment. Heb je een doekje? Ik ga het proberen. Ik wil het een keer eens willen doen. Ik ga het proberen. Het is live televisie, jongens. Let Zal ik ver aan de kant gaan staan? Oh! Het is gelukt. Supergoed. Mooi. Ja, mooi. En nu, wij werden vroeger weer bij ons pannenkoeken gemaakt. En die werden altijd zo... warm gehouden op zo'n pannetje, weet je wel, met een beetje water eronder. En dan mm-hmm. borrelde dat en dan werden er stapels pannenkoeken ja. gemaakt. Dat gaan wij niet doen. Nee? Nee. Meestal hebben wij de borden vol verwarmd. Dus dan heb je niet heel veel warmte meer nodig om die pannenkoek goed warm te houden. En nu, ja, nu hoop ik dat hij meteen gegeten gaat worden. Ja. Nou, laat maar Wil jij hem proberen? Ja. Dit is dus een pannenkoek waarvan jij zegt, nou, die is zo puur.
Ja, dit is echt een gewone naturel pannenkoek. Ik heb hier een vorkje en mesje als je wilt. En wat zou dit nou het verschil moeten maken met zo'n simpel pannenkoekje uit zo'n... Nou, proef maar. Misschien, eigenlijk moeten we hier zo'n muziekje onder zetten, hè? Ding, 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 ding. Ja, dat hoort er wel bij. Dat is mijn eigen huis en tuin. Hoort er wel bij. Oh, zo! Dat is een heel andere smaak als het goed is. Jeetje! Wacht. Dat is echt anders. Anders neem ik maar mee, dan pak ik gewoon weer een nieuwe. Maar dit is al gewoon lekker om zo te eten. Ja, je proeft nou gewoon al heel goed dat het heel ander beslag is. Het is verse melk, hè. Je krijgt daar gewoon echt een totaal andere pannenkoek door. Wauw. Oké. Wat gaat de volgende pannenkoek worden? Ik ga een van onze beste pannenkoeken uit het restaurant maken. Tenminste, die het vaakst besteld wordt. De Liemse pannenkoek. Dat is een pannenkoek met prei, paprika, ui, champignons, spek, kaas, noem maar op. Je hebt het nu over een Liemse pannenkoek. Is er ook een Boksterse? Nee, die is er niet. Echt niet? Nee, we zitten in Liemt. Godverdomme, jongen. Nou, wie weet komt die nog? Ik heb het in mijn eerste jaren doorgebracht van mijn jeugd, hè, Liemt. Dus oh, kijk. Ik wil die Liemse pannenkoek zeker wel proeven. Ja? Ga lekker aan de slag. Dus ik kom straks weer bij jou terug. Ja, is goed. Ik had het er net al over parkeren hier in het centrum in Boksel. Daar is erg veel... ik ga even een beetje hier staan, want het brandt hier een beetje aan. Dat is erg veel om te doen geweest. Wij hebben een aantal mensen proberen te benaderen. Ik ga een stukje voorlezen aan de kijkers thuis. Voorafgaand aan ons interview was er een bijeenkomst voor de schrijvende pers. En in eerste instantie is maandag bij ons kenbaar gemaakt bij Omroep Dommeland dat de camera hier niet was toegestaan. Wij kregen echter 5 minuten voor aanvang van het interview het aanbod om toch te filmen. En de volgende keren zullen wij dit dan ook zeker doen voor jullie thuis. Maar in verband met licht, geluid en het instellen van de camera's, logisch, was dit helaas niet meer haalbaar. Aangezien ook in dit persmoment duidelijke vragen zijn gesteld, waarop de wethouder en de ambtenaar hun antwoorden hebben gegeven, hebben wij hiervan een aantal quotes, die wij u dadelijk zeker zullen gaan voorleggen. De wethouder van Wangrooy heeft tijd voor ons willen maken. De heer Bezema, die genoemd staat in de stukken die iedereen ook heeft kunnen zien, die gepubliceerd zijn, gaf aan dat de wethouder op beeld kwam aangezien deze de eindverantwoording heeft. En gedurende het interview zijn de heer Bezema en de wethouder overigens wel samen in overleg geweest. En hierop is het filmen een aantal malen stilgelegd. Daar heb ik een mening over, maar die hou ik voor me. In verband met het korte tijdsbestek zijn een aantal van onze vragen beantwoord. Voor meer informatie ben je natuurlijk altijd welkom om vragen te stellen, gaf de wethouder aan. En tot slot is duidelijk geworden dat de wethouder niet op alle vragen antwoord kon geven, omdat sommige vragen, bijvoorbeeld over betaalparkeren op de markt, waar ik zelf mee te maken heb, met betrekking tot winkelen, toebehoren aan een andere wethouder, omdat dit een andere portefeuille is. Toch hebben wij een verslag gemaakt, waarin wij voor jullie hopelijk een aantal onduidelijkheden hebben kunnen laten zien, want er zijn ontzettend veel vragen in de gemeente erover. Ik zelf heb vragen, volgens mij iedereen die nu naar het centrum wil komen heeft vragen, iedereen die bij bezoek wil gaan op familie heeft vragen. We hebben hier een filmpje, kijk even mee. Wethouder Herman van Wangrooy, over de parkeerbesluiten in het centrum. Social media ontploft zowat van de vele negatieve en bezorgde kritieken. Onze berichten van Dommeland die zijn ruim 9000 keer bekeken en massaal gedeeld. Er is een Facebookpagina van bijna 800 leden. Boksel is als het ware in opstand. Houdt dit in dat de parkeerbesluiten niet veel te weinig draagvlak hebben bij de inwoners? Ja, ik denk dat het draagvlak er wel degelijk is. Ik krijg ook heel veel berichten of ik word op straat aangesproken door mensen die zeggen, nou, we zijn blij dat het eindelijk komt, het besluit is genomen. Ben wel enigszins verrast over het aantal mensen die eigenlijk hebben gereageerd. In het verleden, we zijn slotverrekening al bijna 8 jaar bezig hiermee. Er zijn klankbordgroepen geweest, er zijn sessies geweest met bewoners, met de klankbordgroepen. In de raad is het vrij uitputtend behandeld. Onze weekbladen, het Brabantse Dagblad zelfs, ze hebben allemaal verslag gedaan van die sessies. En toch zijn er heel veel mensen verrast door het feit wat er gaat gebeuren. Ik heb wel het idee nogmaals dat het misschien meer te maken heeft met het bedrag eigenlijk waar het mee gemoeid is dan met het feit dat het gaat gebeuren. Dus u is echt eigenlijk van, nou, iedereen had het gewoon in het Brabantse centrum kunnen lezen of in mooi Boksel. Dus wat is nou eigenlijk het probleem?
Ja, we hebben klankbordgroepen Breukelen Zuid en we hebben de klankbord Centrum. De laatste, wanneer een van de twee het exact was, weet ik niet. De laatste groep was in ieder geval in 2015. Nogmaals, ik denk niet dat we het probleem daar moeten zoeken, want dat zijn organen waar je eigenlijk overleg mee pleegt. Je moet het meer zoeken in de externe communicatie. Iets te gemakkelijk om te zeggen, ja, dan moeten de mensen het Brabants Centrum of mooi Boksel, het Brabants Dagblad maar lezen. Daar hadden we misschien iets actiever in moeten zijn. Nou zijn er ook mensen die zeggen, nou, ik heb rondgevraagd in mijn klankbordgroep en wij hebben sinds eind 2013 geen terugkoppeling meer gehad, helemaal niks. Hoe verklaart u dat? Ja, dan zou je het probleem bij de klankbordgroep neer moeten leggen. Ik denk niet dat het zo werkt eigenlijk. Ik denk dat stuk eigenlijk verweven moet zijn in de informatie die wij weer verstrekken via dus de weekbladen en via dagblad eigenlijk. Nou, onder de werknaam Op weg naar een leefbaar en bruisend centrum is de basis van deze plannen al in 2012 gesmeed. We zijn nu 4 jaar verder, veel marktontwikkelingen verder. Mensen willen gratis parkeren, de weinige winkeliers die er nog zijn willen dat ook. Er is een brandbrief gekomen van Detailhandel Nederland. Waarom wil de gemeente Boksel nog steeds niet aan gratis parkeren? Nou, dit is een vraag die eigenlijk buiten de parkeervergunning omgaat, want dit gaat over andere besluiten die zijn genomen in het verleden. Ja, u moet zich realiseren dat de inkomsten die wij genereren uit het betaald parkeren, wat u bedoelt, heb ik het niet over parkeervergunningen, want parkeervergunningen, dat levert de gemeente Boksel geen 1 euro op, dat is kostendekkend. Betaald parkeren, wat u bedoelt, geeft de gemeente ongeveer een bruto inkomsten van ongeveer 300.000 euro. Waarvan na verrekening van alle kosten 100.000 euro terugvloeit naar de algemene middelen. En die zijn meer dan welkom. Een zeer veel gehoorde en gelezen reactie van centrumbewoners is: wie garandeert mij voor die 110 euro per jaar een plek? De modellen hebben uitgewezen dat er voor de bewoners voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn. Ik kan niet garanderen dat als iemand 's avonds thuis komt dat hij direct bij zijn huis kan parkeren. Wel in de directe omgeving. Er zijn 2 gebieden aangewezen. Dus hij of zij kan altijd parkeren in het totale aangewezen gebied. Maar wij gaan ervan uit dat iedereen toch eigenlijk vrij direct bij zijn eigen woning zou moeten kunnen parkeren. De modellen wijzen het uit. Dus als ik het goed begrijp, dan zijn er dadelijk 2 gebieden en je koopt een parkeervergunning. En dan mag je voor 1 van die 2 gebieden mag je overal je auto neerzetten. Dat is correct. En daarbij heb je natuurlijk ook nog de regeling dat je je visite eigenlijk ook onder kunt brengen in het desbetreffende gebied. Als ik nou voor 110 euro een parkeervergunning heb gekocht en er is geen plek en ik wil mijn boodschappen uitladen voor de deur en dat moet toevallig bij een locatie waar het betaald parkeren is, moet ik dan een kaartje kopen of kan ik mijn vergunning voor de ruit leggen of hoe werkt dat? Nou, ik denk dat het werkt wat we allebei op dat moment zouden doen. We zouden gaan laden en lossen, maar ik zou wat duidelijk maken dat ik aan het laden en lossen ben. Even over de blauwe zones. Hoe lang mag je daar parkeren en wat zijn de tijden waarop ze in- en aflopen? De normale parkeertijd is 2 uur. Met uitzondering van de Breukenstraat. Daar geldt de tijd van een half uur. En de tijden zijn van 9 tot 6. En bij Albert Heijn lopen de tijden van 9 tot 7. Dat ziet er uitnodigend uit natuurlijk, maar met name bij Albert Heijn zal het wel zaak zijn om op 1 minuut of 2 minuten over 9 ook daadwerkelijk weg te zijn. Okay. Nou hebben we het kaartje bekeken en zoals ik het zie staat de blauwe zone bij het gemeentehuis niet ingetekend op het kaartje en die zou daar wel komen. Waarom is die niet ingetekend? Blauwe zone gemeente is een test. Dat is een afspraak die de collega Van den Broek met de gemeenteraad heeft gemaakt. Op het moment dat wij hier de markt opnieuw gaan inrichten, gaan daar parkeerplaatsen die gaan er verdwijnen. Dat zijn er 60 die tijdelijk weggaan. Die worden opnieuw ingericht bij het zusterpad en bij de tuin hier op het gemeentehuis. En daarvan hebben we gezegd dat we daar een test voor 2 jaar gaan doen. Ja, en dat is niet definitief, vandaar dat die anders staat ingetekend. Dan nog even over de zienswijze, want die gaan er ongetwijfeld komen. Maar het is best ingewikkeld. Wie kan de burgers daarbij helpen? Nou, er staat op de gemeentelijke site staat een perfect weergegeven hoe je de zienswijze kunt indienen. Ik heb begrepen dat er ook al een initiatief zelf op Facebook loopt, mensen die zelf al hebben gegeven. Op deze manier kun je hem indienen. En mochten mensen het nog niet weten, dan kunt u uiteraard het gemeentehuis altijd even bellen. Dan word je ook netjes geholpen om dat te realiseren.
En hoe verloopt dan de procedure als die zienswijzen eenmaal zijn ingediend? Daar heeft hij 6 weken de tijd voor. Er komen nu al zienswijzen binnen. Ik verwacht dat de laatste week dat er misschien nog wel een paar meer zullen komen. Die gaan wij bundelen eigenlijk. Die gaan we van repliek voorzien, van commentaar. Misschien dat we mensen nog gaan uitnodigen om over de zienswijzen verder te praten. Daarna wordt dit voorgenomen besluit omgezet in een definitief. Mochten mensen dan nog aan hun zienswijze vast willen houden, dan kunnen ze voor bezwaar en beroep kunnen ze verder in de procedure gaan. Krijgen de ambtenaren van de gemeente een gratis parkeervergunning of moeten die van hun salaris ook €110 gaan betalen? Nee, de ambtenaren van de gemeente Boksel krijgen geen gratis parkeervergunning. We zitten op dit moment in de gemeenschappelijke regeling, dus er is vrij veel mobiliteit tussen Sint-Michielsgestel en tussen Boksel. Toen de Hager is afgebrand, hebben we daar eigenlijk tijdelijk wat extra parkeerplekken voor kunnen aanleggen. Die vallen buiten het parkeervergunningssysteem. Het is de andere kant van de Brederodeweg, slotverrekening. En daar worden onze ambtenaren geacht hun auto neer te zetten. Tot slot, in feite moet de gemeente een visitekaartje afgeven betreft een aantrekkelijk centrum. En als inwoner zou je dan op zijn minst het gevoel moeten hebben dat je welkom bent in het centrum. En nu hebben veel automobilisten en zeker ook de inwoners het gevoel een melkkoe te zijn. Wat is hierop uw reactie? Nou, het is natuurlijk, iedereen staat vrij om te bezien hoe hij of zij wonende in Boksel het centrum gaat bezoeken. We zien heel veel mensen die te voet komen, heel veel mensen die met de fiets komen. Nou, daar moeten we nog naar kijken hoe dat we met name daar iets voor kunnen regelen. Nou, dat zal met de inrichting van de markt zal er plaats gaan vinden. Dan gaan we zeggen, oké, en nu gaan we alles opnieuw inrichten. Dan moeten we de fietsen ook netjes kunnen ordenen. Parkeren rond de markt zal altijd aanwezig zijn. En mensen blijven zelf de keuze houden van, nou, wil ik ervoor betalen? Nou, dan betalen ze ervoor. Wil ik met de fiets gaan, hoeven ze niet te betalen. Ik denk dat wij als Boksel ook een beetje uit moeten stralen. We hebben een bruisend centrum en we zijn met ons bruisende centrum niet afhankelijk van de auto's. Maar we zien heel graag ook de fietsen daar en mensen met de fiets en nog liever mensen te voet misschien wel. Dankjewel voor de toelichting. Graag gedaan. Ja, er is natuurlijk heel veel om te doen en daar is nog lang niet over uitgesproken. We hebben nog een aantal quotes die na het fragment zijn uitgesproken van de wethouder. Van belang is dat de wethouder van mening is dat in zijn algemeenheid de burger meer de fiets kan pakken. Zowel naar het station als bijvoorbeeld naar de apotheek en de huisarts op de Bossenweg. Dat scheelt al veel parkeeroverlast. Uitzonderingen natuurlijk daar gelaten. De quote... Die mensen zullen een andere manier moeten bedenken om bij deze bestemmingen te komen. En bovendien geven deze artsen aan dat er te weinig parkeerplek is, maar zelf parkeren ze daar wel 2 auto's. Ik heb daar een mening over, maar ik denk dat een huisarts sowieso altijd een auto nodig heeft, meneer de wethouder. Maar misschien mag ik daar geen mening over hebben. Over de plattegrondkaartjes gezegd, het is vervelend dat er verschillende kaartjes in omloop zijn. Dit had niet mogen gebeuren. De juiste plattegrond vindt u op de site van de gemeente. Over de Facebookpagina die tegen het centrum parkeren is, concluderen wij dat de gemeente het idee heeft dat er voornamelijk mensen uit dezelfde wijk reageren en niet uit het gehele centrum. Ook is het niet representatief omdat er mensen zijn die dolblij zijn met de voorgenomen besluiten. Die laten zich niet zien op de site. Ik denk dat het laatste woord hier nog niet over is gezegd. Ik dank in ieder geval onze wethouder voor zijn tijd. Maar hier zijn we nog niet over uitgepraat. Ruud! Ja? Pannenkoeken! Klaar. Hij is klaar! Ja. De Liemse pannenkoek. De Liemse pannenkoek. Oké. Okay. Mag ik hem weer gaan proeven? Ja, aan jou de eer. Oh, dat heeft toch een leuke baan, hè? Fantastisch. Even kijken. Hoppa. Hier zit in... Spek. Ja. Paprika. Ja. Ui. Huh? Prei, champignons en kaas. Mm. Oh. Mm. Jeetje, Mina. Is ja, goed lekker. Gekeurd? Dit is heel goed gekeurd. Ah, gelukkig. Wat ik me afvraag. Ja. Wat is nou jouw eerste herinnering die jij hebt gehad aan een pannenkoek? Nou, ik moest ze thuis ook altijd zelf bakken. Mijn moeder zei altijd, bak jij ze maar als kind. Waarom? Ja, ik kon dat het beste. Ze zei, doe jij maar pannenkoeken bakken als we pannenkoeken eten? Ik zei, nou, dat is goed. Dus dan kwamen er zo'n stapels pannenkoeken en dan konden wij s'avonds gaan eten. Maar moet ik me voorstellen dat jij ook al, ik eet ondertussen, ik geef ook ja, dat is goed, eet maar lekker op. Moet ik me voorstellen dat jij,
waren het alleen maar kale pannenkoeken? Of, toen wel. En toen, heb je een hele mooie opnameleider, die wil ook iets proeven. Wat vind je ervan? Lekker, hè? Ja. Tuurlijk. Maar vertel verder. Toen in eerste instantie natuurlijk gewoon naturel pannenkoeken en daarna ga je van alles proberen. Ja. En dan denk je, oh, dat is niet te eten. Oh, dat is wel te eten. En zo gaat het nog steeds. Dus gewoon proberen en ben jij dagelijks aan het creëren? Ja. Ja? Ja. Iedere keer anders. Wat is nou de meest bijzondere pannenkoek die jij ooit hebt geproefd? De frikandel speciaal pannenkoek. Ja, kijk, daarom is hij bijzonder. Vertel, vertel. Ik zie je wel uitjes. Maar... Nou, ik dacht, of ik had dezelfde reactie als jou toen het gezegd werd van, oh, dat is echt een goede pannenkoek. Ja, ja, ja. Maar, ja, echt een aanrader. Je moet hem gewoon geprobeerd maar hebben. Zit daar dan, dat je zit er dan een hele frikandel op? Of hoe? Ja. Ja? Ja. Het is gewoon een naturel pannenkoek en daar leggen we gewoon een frikandel op. Er komt mayonaise, curry bij en uitjes. En die rol je dan in als een soort frikandelbroodje? Ja, ja. Zo kun je het zien. Moet niet gekker worden. ik eet die gewoon door. Wat ga je nu maken? Ik ga nu een deze is eigenlijk ook gezond. Nou, een nog gezondere maken. Gewoon een naturel pannenkoek met mozzarella, tomaatjes, pijnboompitten, rucola. Gewoon heel lekker. Een beetje pesto. Kun je in iedere uitzending komen? Nou ja, ga ik gewoon niet meer eten. Ik zal mijn best doen. Ik kom zo bij jou terug. Is goed. Ja? Ja. Ondertussen blijf ik een beetje praten, want ik moet natuurlijk weer een omloopje maken. Hooikoorts. Hooikoorts. Veel mensen hebben er wel eens last van. De lente komt er weer aan. Ja, daar ben ik. Goed zo. De lente komt weer aan. Hooikoorts. Er is een eventuele nieuwe oplossing voor, of hoe je het zou kunnen verminderen of voorkomen. Hooikoorts taping. En daarvoor bij mij in de studio Jochem van der Hoeven, instructeur Cure Tape, zeg ik het goed? Instructeur Cure Tape. Cure Tape. Ja. En Joep van der Wal, yes. Jij bent het model, ik ben van jouw model. Die dadelijk ingetaped gaat worden. Yes. Heb jij zelf ook last van hooikoorts? Nee. Oké. Jochem, om met jou te beginnen, kun jij iets vertellen over de geschiedenis van de tape? Ja, dat kan ik. Het bestaat al heel lang. Om mee te beginnen. Ook de manier van tape voor hooikoorts bestaat al een tijdje. Mm-hmm. Alleen het is niet echt onder de aandacht gekomen. Maar de Q-tape zelf die bestaat al vanaf de jaren 70. En het is eigenlijk een product wat ontstaan is in Japan en Korea. Ja. En daar is het eigenlijk op een gegeven moment, eind jaren 90 is het overgewaaid naar Nederland. En vanuit Nederland is het eigenlijk uitgebreid, verspreid over Europa. En daarna is het wereldwijd geworden eigenlijk. Ja. En alle ja, behandelmethodes die er zijn, die dateren eigenlijk al vanaf de jaren 70. Dus het is best wel een oude methode om te behandelen. Mm-hmm. Maar zover niet alle methodes die ermee kunnen worden gedaan, die zijn bekend. Wat is nou exact de werking? Nou, de werking van de tape ligt in het feit dat de tape rekbaar is. Het is een elastische tape. Ja. Door de elasticiteit van die tape kun je de huid enigszins verschuiven. Nou, als je de huid ook nog op rek gaat brengen en je gaat de tape aanbrengen, dan kan die tape en de huid kan een beetje verschuiven, zodat de oppervlakkige huidlagen kun je ermee beïnvloeden. Door die huid te beïnvloeden kun je allerlei effecten krijgen op het lichaam. Dat is eigenlijk een beetje wat masseurs ook doen. Yeah. En wat therapeuten doen met oppakken van het bindweefsel bijvoorbeeld. Yeah. Zo kun je dat met de tape voor elkaar krijgen. Je kopt hem eigenlijk zelf al een beetje in. We gaan straks ook wat dingetjes laten zien. Ja. Aangaande tapen en dan voornamelijk op hooikoorts gebied. Zijn er ook andere klachten die je mee zou kunnen verhelpen? En wat voor klachten zijn er dan zo? Nou, je moet denken aan echt een veelvoud van klachten hoor. Het is, hooikoorts is echt één klein dingetje. Maar je moet maar denken aan een knieschijf die niet mooi beweegt. Die niet goed beweegt. Mm-hmm. Die kan je helpen om het juiste spoor te vinden. Een spier die niet goed kan ontspannen. Waardoor je via de huid die spier ooit kan gaan ontspannen. Een spier die juist moeite heeft om aan te spannen, die kun je wat meer stimulans geven om aan te spannen. En daardoor kun je een heleboel effecten via de spieren en via de huid kun je al bewerkstelligen. Ja. Je kan ook gewrichten mee stabiliseren. Dus eigenlijk tal van mogelijkheden. En jij geeft ook cursus, ja. Taping. Ja. Wat moet ik me bij voorstellen? Een hele zaal vol, honderden rollen tape. Nou ja, we hebben gewoon zo'n 2 tot 3 rollen per deelnemer. En er zitten zo'n 20 deelnemers in de cursus.
Dus ja, reken maar uit. 40 tot 60 rollen die we dan hebben. Maar je moet je voorstellen, er zijn 20 over het algemeen fysiotherapeuten die deelnemen aan die cursussen. Mm-hmm. Dit is in Nederland. Waarin we doen, ik geef zo'n 12, 13, 14 cursussen in Nederland. En daarnaast nog een 5, 6 tal cursussen in het buitenland. Dus het is echt wereldwijd. En ja, je moet je voorstellen, 2 dagen gewoon met 20 mensen bij elkaar gewoon gaan tapen. Ongelooflijk. Ja. En we hebben ons op onze website www.omroepdommeland.nl hebben een aantal therapeuten ook geplaatst. Nu begreep ik dat in de praktijk waar jij werkt dit weer niet wordt toegepast. Waarom is dat? Ja, dat klopt. Omdat hooikoorts is in principe geen fysiotherapeutische indicatie. Ja. Er komen geen mensen met hooikoorts bij de fysiotherapeut. Ja. Althans, voorheen. Misschien zal het na vandaag anders zijn, dat weet ik niet. Wordt de valt het dadelijk onder de ziekenkostenverzekering. Ja, maar ja, dat is een beetje het punt. Dus het wordt ook niet als een fysiotherapeutische handeling gezien door de zorgverzekeraar. Ja. Dus we kunnen het ook niet als zodanig declareren. Dus onze praktijk, of de praktijk waar ik werk, zijn we gespecialiseerd in enkels, knieën, schouders en peesproblematiek. Dus wij zetten de tape wel in, maar niet voor hooikoorts. Hoe ben jij dan überhaupt bij hooikoorts gekomen? Ik geef de cursus. Ja. Het is een van de mogelijkheden die met de tape kan worden gedaan. Dus een van de behandelmethodes. Ja. Dus ik wil de mensen die die tape aanleren ook aangeven wat de mogelijkheden zijn uiteraard. Want ik begreep het kan het verlichten ook, hè? Dus de hooikoorts verlichten voornamelijk. Nou, wat je merkt is dat de mensen die ermee behandeld worden, zo'n 80% die reageert positief. Dus met andere woorden, die hebben minder klachten. Ook een gedeelte is zelfs klachtenvrij. Maar komt er dan ook allerlei tape hier in je gezicht? Nee. Wat moet ik me voorstellen? Nee, gewoon hier. Nee, het is op de rug. Je tapet het ruggebied, wat in contact staat met de ademhalingswegen. Mm-hmm. De longen, de bronchiën. Die worden bestuurd vanuit een bepaald gedeelte van de wervelkolom. En dat gebied ga je tapen, dat ga je beïnvloeden. Nou, het huidgebied, dat is ook nog een gebied op de huid, wat door datzelfde segment, zoals wij het noemen, dus een gedeelte van die wervelkolom, mm-hmm. wordt beïnvloed. Dat kunnen we met die tape kunnen we dat weer stimuleren. En daardoor heb je een effect op de longen, op de ademhaling en alles wat ermee te maken heeft. Wow. Het is een technisch verhaal hoor. Ja. Nee, ik volg je. Nu heb ik gehoord, misschien voor de mensen thuis, dat honden ook last kunnen hebben van de hooikoorts. Die kunnen natuurlijk bij jullie ook ingetaped worden. Nou, ik zou je vertellen. Het is leuk dat je het zegt trouwens. Want, dat is echt grappig. Want, jij krijgt nog geen honden. Nee. Nou, dat moet ik wel even zeggen. Degene voor wie ik tape. Dat wist jij niet, Joep? Nee, ik wist dat niet. Waarvoor ik die cursus geef. We hebben ook die speciale. Dan loop ik aan mijn honden. We hebben speciale tape voor paarden, voor honden en voor kamelen. Wat heb je? Ja, serieus waar. Ik geef in het Midden-Oosten geef ik ook cursussen. En daar hebben ze heel veel kamelenracen. Dat is serieus, hè? We hebben daar gewoon kamelen zitten tapen. Ja, dat maakt toch niet mee, of wel? Kom op. Jij staat in de woestijn. Ja, dat is echt geweldig. Dus, is je rolletje tapen? Ja, echt waar. Kameel te plakken. En serieus, hè? Sorry, joh. Ja, nee, absoluut. Ik vind het geweldig. Nou, echt? Ja, echt waar. En, maar er zijn cursussen. En nou, ik moet er wel even serieus zijn. Want sorry. Dat krijg je cursisten. Nee, er zijn cursussen speciaal voor de fysiotherapeuten die zich bezighouden met honden en met paarden. Mm-hmm. Dus dat is wel echt wel een mogelijkheid. Okay. Die kamelen. Ja, die kamelen. Want ik had het over. Ik denk, honden hebben last van hooikoorts. Ik denk, kom hier met serieus met haar kamelen. Ja, nee, maar toen je het zei, dacht ik al van, hé, dat is wel grappig inderdaad. Oh, maar het, okay. Maar ik heb nog een hoofd. Het is wel echt iets heel serieus. We hebben het nu gewoon over de mens. Maar het helpt echt, hè? De resultaten zijn er. Er zijn resultaten, absoluut. De mensen die het gebruiken, de therapeut die het gebruikt, die hebben een hele goede resultaten. Ja. En het is niet zo dat iedereen daarmee geholpen is en dat iedereen meteen klachtenvrij is. Dat is niet waar. Alleen de mensen die hooikoorts hebben,
Ik heb het zelf gelukkig niet, nee. Maar de mensen die het hebben, die zijn ten einde raad. Ja. Dus die zijn eigenlijk al geholpen met als het al ietsje afneemt. En dat kun je met die teug kun je dat wel voor elkaar krijgen. Ja. Dus dat is dan wel prettig dat je eigenlijk een hele makkelijke manier zonder medicatie iets voor die mensen kan doen. Ja. Hey Joep, je bent hier niet voor niks. Ik ben hier niet. Wat doe jij eigenlijk in het dagelijks leven? Want je bent hier als model. Ben je ook model? Ik ben geen model als beroep, nee. Nee, ik zit nu op school op Fontys Hogeschool in Eindhoven. Oké. Dus studeer ik financial management, dus dat is iets anders. Dat heeft niks met tapen te maken. Nee. Oké. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Kun je iets laten zien? Of wat? Ja, maar wat ik bij Joep wil laten zien is eigenlijk gewoon hoe je zo'n hooikoortstape aanlegt. Ja. En dan zul je ook zien dat het eigenlijk best wel simpel is. Volgens mij moeten we een kleine aanpassing doen. Ja, ik zie hier een microfoon liggen, want qua geluid gaat het anders niet helemaal werken. Ook maar veel geluid. Ik ga opstaan zo meteen. Ik zit ook vast aan een microfoon. We gaan zo meteen, ik ga hier staan. Dus, ik zou voorstellen, die camera gaat even naar Ruud toe. Ruud, kun jij eens iets vertellen wat jij, waar jij mee bezig bent? Gaan wij hier ons positioneren? Tuurlijk. Ik ben ondertussen de pannenkoek met pesto en mozzarella, tomaat en pijnboompitten aan het maken. Die zijn ook heel leuk om als klein hapje te serveren. Dat ga ik nou ook doen. Ondertussen heb ik die... je moet hem wel een beetje laten afkoelen, anders dan smelt meteen alles weg. Dus dat is ook niet niks aan. Even kijken, de tomaat en mozzarella heb ik al op. Beetje pijnboompitten. In de studio worden de hele drukke dingen, wordt er veel gedaan. Het is al zo warm hier. Wat zeg je? Ik zeg, het is al zo warm. Ja. tapen. Ja? Ja, we gaan... Ik ga daar staan. Ik ga zijn rug tapen. Wat je ziet... is naar de wervelkolom, die gaan we eigenlijk tapen. Wat we gaan doen, we gaan om het schouderblad gaan we heen. Om de longzone als het ware, die de huid zeg maar, beïnvloedt, waar de huid zijn contact mee heeft, die gaan we intapen. Oké. Okay. Ja? Ja, laat zien. Hij gaat zo zitten, volledig in elkaar, dus dat de huid volledig opgerekt staat. Dus ik loop even die kant op, want je zei het nog een beetje. Ja. We gaan eens meten hoeveel tape we nodig hebben. De tape is rekbaar, zoals ik al zei. En dan knippen we zelf op maat. Je kan het ook van tevoren doen. Ja. Geen probleem. Toch? Nee, het is live. Ja, nou, we moeten even kijken welke zone we moeten hebben. Nou, ik zal het niet te ingewikkeld maken, maar we gaan eens kijken waar we moeten beginnen. Het is ongeveer halverwege de wervelkolom. Ik weet niet of het goed in beeld is hoor, dat is altijd wel lastig. Oké. Okay. Je mag gewoon rustig blijven zitten als je nu zit. Heel goed. Helemaal goed. Mensen die naar jou toe komen, zijn dat vooral mensen die al klachten hebben of mensen ook die... ervan gehoord hebben die De mensen die ik zie, dat zijn eigenlijk mensen die ik in de praktijk onder behandeling heb voor iets anders. Mm-hmm. En die zeggen dan tussen neus en lippen door van, joh, ik heb zo'n last van hooikoorts. En dan zeg ik van, nou, wacht even, misschien kan ik iets voor je doen. En zo is eigenlijk, volgens mij werken meer praktijken op die manier. Er zijn ook praktijken die hebben het op de website staan, dus die zullen ook wel vermeld staan op de site van Dommeland. Mm-hmm. Dus dat zijn wel praktijken die daar meer mee bezig zijn dan wij. Mm-hmm. Het komt wel eens voor dat we iemand hebben inderdaad van, nou, of een vriend, kennis. Die zegt van Jokke Hoeken, zegt ze, nou, kom maar eens langs en dan kijken we even. Zegt, dit is niet iedereen langskomen, maar dat is de manier waarop we het doen. Ja. Omdat het gewoon puur nog niet zo heel bekend is en dat het niet zo heel vaak gedaan wordt. Ja. Je hebt nu één boog. Ja, ik heb één boog gedaan. we gaan beide kanten natuurlijk doen, maar dit is de manier. Wat ik heb gedaan is de huid op rek zetten, de tape eigenlijk niet zoveel op rek zetten. Mm-hmm. De tape die heeft een eigen spanning. Als hij zo meteen weer recht overeind komt, dan zul je zien dat die tape een beetje in elkaar gaat kruipen. Als hij gaat bewegen, dan wordt die huid als het ware gemasseerd met behulp van die tape. En zo krijg je het effect op de huid en zo via de huid indirect richting de longen. Oké, super. Ja, ik zal die andere ook nog even doen voor de vorm. Dan is hij af. Ja, volgens nog voor de mensen thuis, we hebben op onze website een aantal therapeuten gezet. Dus daar kunnen jullie naar op zoek. En volgens nog zijn er in de gemeente Boksel
naar ons weten nog geen therapeuten of praktijken die dit doen. Stel dat jullie daar wel tips over hebben, dan horen we dat natuurlijk graag en zetten we die op onze website. Ik wil jullie bedanken voor jullie komst. Zal je hier nog gaan tapen? Want we maken live televisie, dus we moeten door. En Ruud die staat ook met zijn pannenkoeken te bakken. Ja, die zien die ruiken goed trouwens. Jullie krijgen vast zeker pannenkoek. Dank voor jullie komst. Alsjeblieft. Ruud, ik kom weer naar jou toe. Is goed. Ik heb ze klaar, allebei. Ik heb er twee gemaakt, twee verschillende. Oh, daar zijn er twee. Oeh. Kijk, kunnen we dat zien op camera of niet? Kunnen we dat zien? Is die met mozzarella. Mozzarella, tomaat, pijnboompitten en een beetje pesto. Ja. En deze? Dat is een hele zoete, maar hele lekkere. Eentje met gele room en kersen. Oké. Okay. Mag ik deze zo... Tuurlijk. Ja? Als dat lukt. Tuurlijk. Ik dacht eigenlijk dat je een hapje zou nemen, maar... moest in één keer. Ja, goed. Lekker, man! Nou, mooi. Tot slot. Ja. In wat voor pan kun je nou een pannenkoek het beste bakken? Want ik hoor heel veel mensen die dan met de pannenkoek zo staan. De eerste die verbrandt en allemaal in stukjes en et cetera. Ja. Heb je daar tips voor? Ja. Altijd zorgen dat je een pan hebt met een goede anti-aanbaklaag. Ja, pannenkoeken zijn daar heel gevoelig voor, dus heb je een kale pan, ja, dan kun je het vergeten. Ja. Zorg dat je pan goed warm is, de eerste pannenkoek. Iedereen zegt altijd, de eerste pannenkoek die mislukt altijd. Dat klopt, want dan heb je geen geduld en dan wil je die pannenkoek bakken. Zorg dat die goed warm is, dan moet die gewoon lukken. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Jij gaat nu nog pannenkoeken bakken voor heel de groep. Ja, nou, dat kan. Ik heb genoeg bij, dus als jullie willen, Okay. Gaan. Ja, de studio is inmiddels hier omgeven door rook. Ik denk dat de brandweerbokser dadelijk hier naar de studio moet toekomen. Dit was hem weer. Wij zijn er over twee weken weer bij jullie terug. We zoeken nog steeds vrijwilligers. Dus lijkt je nou leuk om cameraman, vrouw te worden? Of lijkt je leuk om in een redactie mee te lopen? Of om echt redacteur te worden en tekst te schrijven? Voor mij onder andere hier in de studio. En mee te werken bij Omroep Dommeland. Ga even naar onze website. Ik zie jullie de volgende keer weer. Wij gaan pannenkoek eten. Dag.